Imke staat eraan. Gelukzoekers, morgen de allerlaatste aflevering. Hoe gek is dat? Ja. 7 weken lang is het op tv geweest. Ja. Morgen inderdaad de laatste. Ja. Bij de eerste uitzending hebben we er ook al even kort bij stilgestaan. Dus ik denk, laten we het nou mooi afsluiten door er nog even kort bij stil te staan. Leuk! Laten we eerst even kort terugblikken, anders. Ja, ik heb even 1 minuutje met een paar quotejes uit gelukzoekers van de afgelopen weken. Leuk, leuk, leuk. Kom eens aan. Kijk, geluk is eigenlijk maar een woordje. Kijk, iedereen wil een goed leven hebben. Ja, absoluut. En de naam die je daaraan geeft is dat je zegt, nou, ik wil gelukkig zijn. Ja, voor mij is het geen optie om in een bepaald gebaand pad mee te lopen. Omdat nou eenmaal iedereen dat doet. Mm-hmm. En omdat het nou eenmaal zo hoort. Ben jij als Tom gelukkiger of ben jij gelukkiger als Tom Poes? Als Tom Poes ben ik ook gelukkiger, ja. Ja. En waar ligt dat dan aan, dat je als Tom Poes gelukkiger bent? Vooral omdat ik als Tom niet altijd gelukkig ben. Dat eigenlijk. Ja, social media hebben echt een negatieve invloed op ons welbevinden. Juist omdat je allemaal het ideaal plaatje presenteert op social media. Ja, je laat wel vaker de leuke dingen zien dan de minder leuke dingen natuurlijk. En ik probeer daar wel een balans in op te maken. En ik denk dat ik dat voornamelijk doe op een grappige manier. Nooit met verwachtingen leven en nooit met veroordelingen. Sowieso oordelen. Niet zowel niet of iets goed is of slecht is. Dus want daar gaat het helemaal niet om. Nee, maar waar het wel om gaat, tenminste wat ik graag van jou wil weten. Wat vond jij nou het allerleukste interview uit Gelukzoekers? Oeh, dat waren er wel meerdere hoor. Maar welke vond ik? Ik vond in ieder geval met Koen van Zeeland vond ik heel erg bijzonder. Man in de rolstoel. Man in de rolstoel. En ook omdat ik hem privé al kende. Maar vooral echt van feestjes en gezelligheid. En altijd, hij is altijd helemaal gek en grappig ouwhoeren. En toen ineens ging ik het echt over de serieuze zaken hebben. En toen kreeg ik had al respect voor hem, maar toen kreeg ik ineens zoveel respect voor hem. Dat ik dacht, wow, jij bent echt, echt een powervent gewoon. Ja, want in het kort, Koen die had een hoveniersbedrijf zelf. Ja. En die had op een gegeven moment een ongeluk gekregen. Een boom was bovenop hem gevallen. Die verkeerd viel, zeg maar, waardoor hij een dwarslezing kreeg en in de rolstoel belandde. Precies. En heel lang verhaal in het kort. Hij zegt dus dat hij na dat ongeluk gelukkiger is geworden dan dat hij ervoor was. Ja, en het komt dan eigenlijk voornamelijk omdat hij nu eigenlijk heel erg bewust is van wat geluk is, zeg maar. Of nou, in ieder geval bewust van wat hem dus gelukkig maakt. En dat hij daardoor dankbaar is voor de dingen die hij wel heeft. Ja, en dat is natuurlijk prachtig als je zo in het leven staat. Ja, zeker. Dus dat vond ik wel heel erg bijzonder. En ik vond het ook heel erg bijzonder met Verona. Vond ik een hele leuke vrouw. Opgegroeid bij Jehovah-getuigen. En op haar 16e dus de keuze gemaakt om daar eigenlijk uit te ontvluchten. En toen helemaal de wijde wereld ingestapt. Modellencarrière. De hele wereld gezien. En dat vond ik gewoon ook een hele inspirerende vrouw. Wie niet? Ik vond bijvoorbeeld Tom Poes vond ik ook echt super. Heb ik ook heel warm gevoel aan overgehouden. En ook heel erg. Hij was zo puur zichzelf. Ja. Dat vond ik ook. Ja, dus er zijn er echt meerdere die voor mij wel speciaal iets. Dat ik denk, oh ja, wauw. Ik kijk in ieder geval terug op een mooi programma. Ja, ik kijk heel erg terug op een mooi programma. Net toen ik het ook wel hoorde, dacht ik, oh ja, och ja, mooi. Heb jij er iets van gezien, Nelleke, van de Gelukzoekers? Ik moet heel eerlijk zeggen van niet. Maar nee? Ik heb wel een beetje het idee, je bent gewoon met mensen gaan praten die een bijzonder levensverhaal hebben en hun weg naar geluk hebben gezocht eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, inderdaad, vooral hoe kun je nou geluk vinden? En daarbij ook een stukje uit de wetenschap meegenomen. Dus verschillende professors gesproken en inderdaad verschillende mensen met een bijzonder levensverhaal. En daarover gepraat over inderdaad wat maakt mensen gelukkig, maar wat maakt jou gelukkig en wat is de sleutel naar een gelukkig leven? Dat was eigenlijk de vraag. En ja. heb je het antwoord ook gevonden? Morgen komt dus helemaal wat dat antwoord is. Maar ik kan al wel een beetje een tip van de sluier geven. Dat het eigenlijk vooral is om niet te zoeken naar geluk. Dat eigenlijk leidt naar een gelukkig leven. Eigenlijk is dat dan de conclusie. Ja, eigenlijk is het de conclusie. Het leven eigenlijk een beetje van de sluier laten overkomen. Ja, dat is het. En dus inderdaad niet te veel met verwachtingen. En dat wat je hebt, dat is prima. En niet te veel streven naar een gelukkig leven. Maar nog wel bewust zijn van waar word ik gelukkig van. Dat wel. Mooi. Mooie zoektocht lijkt me ook. Ja, nou, was wel heel, en helemaal samen met Rick. Dus wij zijn gaaf. Ja,
Dus dan, ja, het was top. Nog even ja. kort, morgen dus de laatste uitzending. Het wordt niet alleen maar terugblikken en conclusies trekken, maar er zit ook nog een reportage in waarin jij jezelf beter gaat leren kennen. Ja. Kun je daar nog kort iets over vertellen? Ja, nou, het is dus dat ik hem dus afgelopen week had gezien. En ik vond het wel even, dat heb ik jou ook laten weten. Dan gaat het ineens over mij. En ik vond dat best wel, het kwam wel even in mijn face. Jij was confronterend? Ja, een beetje confronterend. Een beetje dat ik dacht, wat kwetsbaar ineens allemaal. Gadver. Maar vertel eens, wat heb je gedaan? En ik heb mijn handen laten lezen. En je hebt dus je handen kun je laten lezen. En daarin staat dus eigenlijk wie je bent als persoon. En ook wel, zeg maar, wie je bent voor jezelf. En wie in de ene hand staat wie je bent voor jezelf. En in de andere hand staat eigenlijk wie je bent voor de buitenwereld. Dus vanuit je handen kun je dus heel erg goed lezen. Nou ja, mensen die daarvoor geleerd hebben, zeg maar. Wie jij bent en waar jouw talenten liggen, zeg maar. Wat bijzonder. En had je ook echt het gevoel, dit klopt? Want als ik hoor een handenlezer, dan denk ik aan een standje op de kermis. En iemand die maar een beetje wat verzint of zo? Of... Ja, nou, ik denk wel dat je erin moet geloven. Maar dat is zelf als ik bijvoorbeeld ook wel geloof in horoscoop en sterrenbeeld en dat stukje. Dus je moet er denk ik wel in geloven. En er worden natuurlijk ook wel antwoorden gegeven waarvan je denkt, nou ja, dat zou voor meerdere mensen kunnen kloppen. Mm-hmm. Maar ik had wel heel erg dat ik dacht, dit klopt wel echt wat je zegt. Gaaf. Ja, dus ik vond het wel echt een hele bijzondere ervaring. En ik zou, heb je er dan nu ook al wat van meegenomen in je leven? Dingen die je geleerd hebt die je ook echt toepast? Of die je net even anders doet? Nee, dat niet. Maar wel een stukje bewustzijn of zo. Van hoe ik in het leven sta. Ja, dat wel. Ja. Dus het was eigenlijk voor jou ook gewoon heel leerzaam? Ja, het was heel leerzaam. Gaaf. Het was echt heel tof dat ik dat mocht doen. Ja, leuk. Nou, je hebt net een klein beetje een hele grote tip van de sluier gegeven. Ja, heel groot. Ik zeg een kleintje, maar een hartstikke groot. Over de conclusie. Maar desalniettemin, ga morgen die uitzending even kijken. Want het is het kijken waard ook al weet je al wat de conclusie is. Maar ik heb wel even een klein fragmentje nog mee van die conclusie. Komt ie aan. Geluk gaat er niet om dat altijd alles perfect moet zijn of dat je altijd opgewekt en blij bent, maar juist ook hoe je omgaat met de mindere momenten. Maar het gaat er dus ook juist om dat je accepteert ook wie je bent, wat je hebt en wat je doet. En dat de keuzes die je maakt in het leven ook wel degelijk belangrijk zijn. Maar daarbij natuurlijk ook tel je zegeningen, want wees gewoon blij met wat je hebt. En daarbij ook nog een hele belangrijke, wees aardig tegen alle mensen om je heen. Oftewel, wie goed doet, goed ontmoet. Maar vooral, jaag het geluk niet te veel na. Ja, tot zover de conclusie van Gelukzoekers. Morgen is dus de allerlaatste aflevering te zien op RN7 vanaf 6 uur, ieder uur herhaald. En natuurlijk op YouTube RN7 online is je terug te kijken vanaf dat moment. Precies, ja. En wil je nog een beetje tips voor gelukkig leven? Volg dan Gelukzoekers op Instagram. Komt er een tweede seizoen? Nu nog even niet. Eerst even rust. Nou, ik ga kijken. Ik ben helemaal geteased nu. Oh, fijn. Ik ben helemaal geïnteresseerd. Oh, yes. Leuk. Hoe laat morgen? Vanaf 6 uur. Ja, top.